Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki beëdigt ambassadeurs voor Brazilië, Guyana en België. Belastingvrije grens vanaf eind januari naar 4000 SRD. Intensievere aanpak moet effecten vijfde COVID-golf mitigeren. CT-scancentrum efficiënt, comfortabel en kostenbesparend. En regering maakt zich op voor bezoek bevriende staatshoofden. Angela Deby Ramkissoen, Liselle Blankendaal en Gilbert van Lierop zijn door president Chandrika Persat Santokki beëdigd tot buitengewoon gevolmachtigd ambassadeurs van de Republiek Suriname. Deze diplomaten zullen Suriname vertegenwoordigen in respectievelijk de Federatieve Republiek Brazilië, de Coöperatieve Republiek Guyana en het Koninkrijk België. De beëdigingsceremonie vond op dinsdag 18 januari 2022 plaats op het presidentieel paleis. Grote voldoening dat ik heden capabele Surinamers mag beëdigen tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van de Republiek Suriname met als voornaamste taak het behartigen van de nationale belangen van Suriname. Uw belangrijkste verantwoordelijkheid zal zijn om ons land, onze geschiedenis, onze cultuur en de idealen van onze republiek uit te dragen en in het bijzonder onze belangen te vertegenwoordigen. En door Suriname te vertegenwoordigen, vertegenwoordigt u ook de kracht en de rol van ons volk op uw respectieve staanplaats en voert u daar een diplomatie die betrouwbaar, voorspelbaar en innovatief moet zijn overeenkomstig het beleid van de regering. Ik moet ervoor zorgen dat de bilaterale relatie tussen beide landen verstevig wordt, verstevig blijft. Een markt proberen te creëren voor Surinaamse ondernemers daar in Guyana, maar tegelijkertijd dus dat er ook Guyanese ondernemers naar Suriname komen om te investeren. Ook met betrekking tot het beleid op het gebied van olie en gassen. Wij hebben olie, Guyana heeft olie, dat we gezamenlijk kunnen optrekken. En ook ervoor zorgen dat op het gebied van defensie er beleid wordt uitgevoerd. Ik had gezegd, de EU is de derde grootste economie van de wereld. België, we exporteren bijna 100 miljoen per jaar naar België. Dus het gaat om de banden versterken. Je moet kijken wat je hebt gemeen. En samenwerken is een win-win relatie creëren. Het is niet alleen zo dat wij afhankelijk zijn en wij iets nodig hebben, maar dat wij ook wat te bieden hebben als Suriname. Suriname en Brazilië hebben al een relatie, een diplomatieke relatie van 45 jaar lang. Het is een stevige relatie. Sowieso zal ik me functioneren als de brug tussen deze twee grote landen, tussen twee strategische partners. En ik ga me vooral inzetten op het gebied van kennisintegratie, verder regulering van het personenverkeer, onderwijs en verder uitdiepen van de technische samenwerking die we reeds hebben. In de agrarische sector, op het gebied van onderwijs, gezondheid, handel en infrastructuur.
De belastingvrije grens wordt per eind januari opgetrokken naar 4000 SRD. Het aanpassen van de loonbelasting vloeit voort uit het tripartiet akkoord tussen de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven. Belastingdirecteur Ismaël Kalaykan noemt het bedrag dat loontrekkers uiteindelijk overhouden een extra besparing. Een van de hervormingen die nu echt actueel is, zijn die twee wetten. Die op 29 december met algemene stemmen, dat wil zeggen, iedereen van het parlement was ermee eens dat die twee wetten moeten komen. En wat houden die twee wetten in? Die twee wetten zeggen, hey, mensen die belasting betalen, wat we gaan doen, is dat die grens, dus met andere woorden, belasting, dat is die grens waar je belasting begint te betalen. We gaan het opschuiven. Dus belasting per maand, TBA won bedrag voor 220 SRD, hoe gaan ik om iets voor doen. We proberen voor leggen nog een keer. Voor 1 januari was het zo, laten we een maand gebruiken hè, als richt. Voor 1 januari 2020 was het zo dat als je loongenoot of inkomstengenoot en je had een bedrag van 220, laten we zeggen 500 verdiend, binnengehaald. We kijken niet naar alle andere aantrekposten, nee, gewoon simpel, 500 komt binnen in de kas. In uw portemonnee, uw loonslip. Dan zeiden we vroeger, tot 220,50 hoeft hij niet te betalen belasting. Dat noemen wij belastingvrije som. En daarboven, het verschil tussen die 500 en die 220, dat is ongeveer 280. Daarover moet je belasting betalen. Maar je betaalt geen belasting zo van 38% of noem het tarief, nee. We gaan kijken hoe dat past in de verschillende schijven. Dus nog een keer. Even weetjes, 500 SRD. Dat betekent, kom je dat 220 SRD in afpijbelasting. Santa Abra in na 500, dat wordt 280. Daar heb je pijbelasting in tapo. Maar we gaan niet direct naar een beetje tarief in tapo. We hebben 280, we schuiven en bakken en schijven. Dat die IPSA. Dat IB berekenen naar belasting, wanneer je de belasting had berekend, dan ook bijten, dan gingen we een heffingskorting toepassen. Dus we berekenen naar belasting over 280, ik geef een voorbeeld. Daar stel je een bedrag bij de 50 in pijbelasting. Een voorbeeldje, hè? Dat is zo voor. Maar dan dacht ik, oké, maar je hebt een heffingskorting. Dus in de schriftbelasting. Want de heffingskorting met dit kom je 750 per maand. Nou, een echte korting zijn bij precies dat belasting zijn pij. Die heffingskorting had als effect dat een heleboel mensen geen belasting gingen betalen. En dat was ongeveer op 3600. De intensievere aanpak die de regering recentelijk heeft ingezet, heeft tot doel de effecten van de vijfde COVID-19-golf te mitigeren. Instanties en zorginstellingen moeten voldoende toegerust zijn om mee te helpen in de strijd. Dit zei minister Albert Ramdien als voorzitter van de COVID-cluster van ministers op donderdag 13 januari 2022 in het parlement. Zoals u weet is er binnen de ministerraad een cluster
van ministers die verantwoordelijk is voor de analyse, de monitoring, maar ook het nemen van actie met betrekking tot alles dat te maken heeft met COVID-19 en de impact daarvan op de samenleving. En in dat verband wil ik u informeren dat het clusterteam van minister ook met specifieke belanghebbenden, stakeholders, organisaties regelmatig ontmoet, ook met het bedrijfsleven, om vast te stellen hoe de stand van zaken is. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de medische situatie, met name de opinie van het outbreak management team, maar ook wordt gekeken naar de maatschappelijke omstandigheden. U zal daarom van verschillende ministeries zo meteen horen wat hun bevindingen zijn, maar ook wat de acties zijn geweest. Ik wil ook meegeven dat in overleg met het ministerie van Volksgezondheid wij voortzetten het traject van het zoeken van steun internationaal bij verschillende organisaties, bilateraal, de landen waarmee wij goede relaties onderhouden, en ook multilateraal als ook met regionale organisaties. Bilateraal moet ik additioneel dan aangeven dat assistentie wordt verkregen van Nederland, maar ook heeft recentelijk ons zuidelijk buur Brazilië vaccins aangeboden aan ons land. Dus wat dat betreft denk ik dat we redelijk goed zitten. Multilateraal de relaties met PAHO, zowel met betrekking tot beleid als met betrekking tot de vaccins, worden gecontinueerd en de leveranties vinden op regelmatige basis plaats. Voor de zorg efficiënter, voor de patiënt comfortabeler en voor de overheid kostenbesparend. Zo verwoordt minister Amar Ramadien het belang van het nieuwe CT-scancentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Deze ultramoderne accommodatie is op vrijdag 14 januari in gebruik genomen. Het is in ieder geval voor de zorg, maakt het efficiënter, het voor de patiënt wat comfortabeler. Voor de overheid kostenbesparend, want je bespaart heel veel met een dergelijke uit. Het is wel duur, een duur investering, maar het is duurzaam. En er is garantie geworden dat er onderhoudscontracten zijn, service support. De mensen die het moeten bedienen zijn er ook. Er is ook mogelijkheid om multidisciplinair overleg te voeren met collega uit het buitenland voor een second opinion. En het mooiste van de zaak is dat je in principe heel snel, en het is zo goed gebouwd dat je gelijk een connectie hebt met de SCH, dat je ook acuut heel snel CT-scans kan maken. Maar nogmaals, dit is een enorme winst voor de zorg. Ik heb gebruik gemaakt ervan, recentelijk nog tijdens mijn opname in de COVID-19 hebben we dus ook een scan moeten maken hier bij dit. Toen was het nog inofficieel in gebruik, maar het was ook vrij snel. Ik bedoel, ik ging erin en ik ging eruit. Ik ging erin en ze zeiden, waar je normaal gewend bent om lang te blijven in een apparaat, hoorde je al van, u bent klaar hoor, u mag opstaan. Dus in principe, het is voor de patiënt ook veel sneller, maar het gaat ook om de kwaliteit. Het is eigenlijk al aangegeven door de radioloog, het is de meest moderne scanner in Suriname. Ja, dus op dit moment wordt er een behoefte aangegeven vanuit de radiologie, dat er ook een MRI-scan nodig is. Dat begrijp ik ook best als dokter ook vooral. Dus wat we gaan doen is dat wij het businessplan gauw willen ontvangen. Ik heb de president ook gehoord. Stuur ons het gauw op. En als het een goed plan is en uitvoerbaar voor ons, haalbaar, uitvoerbaar financieel, dat wij ook bereid zijn om zeker die investeringen te plegen. Het gaat erom dat wij het signaal ook geven, die ondersteuning ook geven voor cruciale investeringen in de zorg. Prioriteiten. Je gaat in de pandemie rekening moeten houden met schade die is aangebracht aan de zorg. Maar ook met prioriteiten in de zorg die heel veel winst kunnen betekenen voor het ziekenhuis, voor de samenleving, voor ieder.
Het is ook gezegd, het is een tool die niet alleen door de radioloog gebruikt werd, maar een tool voor alle doktoren die gebruik moeten maken van een beeldvorming om verder het behandeltraject uit te zetten. Ja, dus we hebben in maart een project van de UNOPS, dat is uit Indonesië, uit Japan. Krijgen wij ook nog meer apparatuur, niet alleen radiologische apparatuur, maar ook urgentieapparatuur. Emergency cards, ook ambulances, et cetera, die onderweg zijn. Dus tot die tijd zult u dat nog vernemen. Dat ligt in de bedoeling met een duidelijk financieringsmodel. Kijk, dit is een tool die, behalve dat het zorg verleent, dus dat je zorg kan verlenen hiermee, is het belangrijk dat je die vervangingsinvestering ook moet gaan denken aan vervangingsinvestering. Want er is wel support, maar ik bedoel, op een gegeven moment raakt een apparaat ook moe, versleten. De regering maakt zich op voor de komst van president Jair Bolsonaro van Brazilië op donderdag 20 januari. Op dezelfde dag zal ook president Mohamed Irfan Ali van Guyana kort in Suriname vertoeven. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat onder meer in op de samenstelling van de delegaties. De bewindsman rekent op de medewerking van de samenleving. Laat me u aangeven dat er natuurlijk met zo'n bezoek, omdat we praten over een vrij grote delegatie van de president van Brazilië bestaande uit ongeveer 25 personen. Dat is de presidentiële delegatie. Maar daarnaast komt er nog zeker een 40-tal personen die als voorbereidingsmissie moeten worden gezien. Ik praat al heel gauw dus over 60, 65 personen. Die in het kader van dit bezoek Suriname zullen aandoen. President Irfan Ali zal ook komen met een delegatie. In zijn geval is het een kleinere delegatie, omdat hij ook zich moet voorbereiden op het bezoek van de president aan zijn land de volgende dag. Maar het bezoek van de president van Guyana zal bestaan uit een viertal ministers. Wij verwachten ook dat de Braziliaanse delegatie zal bestaan uit naast de president een aantal ministers op verschillende terreinen. We hebben een aantal instituten die betrokken zijn bij de voorbereiding. En ik wil dat aangeven omdat dit natuurlijk een vrij nauwe samenwerking vereist tussen verschillende diensten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken als punt van coördinatie, het kabinet van de president, het ministerie van Defensie, ministerie van Openbare Werken, ministerie van Financiën, het ministerie van Volksgezondheid, de diensten Nationale Veiligheid, KPS, Korps Politie Suriname natuurlijk, ons Media Instituut, CDS en NV Luchthavenbeheer. Ik noem dat omdat dat een enorme coördinatie vereist tussen de verschillende diensten om alles zo soepel mogelijk te laten gaan. En ik wil nu reeds een beroep doen op een ieder in het land om zo goed mogelijk mee te werken tijdens dit bezoek. Zeker voor wat betreft de verkeerssituaties die zullen ontstaan. Ik hoop dat er goed begrip is. Dit soort situaties ontstaan wanneer je dit hoogbezoek hebt, dat je dat op de meest perfecte manier probeert te realiseren. En ik wil dus dat alvast aangeven dat wij rekenen op de medewerking. Wij bedanken op voorhand op de medewerking van alle instanties die betrokken zullen zijn bij deze bezoeken van de twee presidenten aan Suriname. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot morgen.